Goedemorgen, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. De bewolking zien we op de satellietfoto, dat is vaak sluierbewolking, maar soms is de bewolking net even dik genoeg voor nog een enkele bui, met name in het noorden. Maar het wordt geleidelijk droog, de zon schijnt af en toe en vanochtend is het 10 tot 12 graden. Vanmiddag weet de zon terrein te winnen en lopen de temperaturen verder op, het wordt 12 graden op de Wadden tot 16 lokaal in het zuidoosten van het land. Er staat wel een vrij stevige wind, bij waait het krachtig met windkracht 6 en in het binnenland matig met kracht 4. Vanavond iets minder wind en de wind draait langzaam naar het zuidwesten. We hebben opklaringen en de temperatuur ligt rond de graad of 10. Vannacht gaat er nog iets vanaf en morgen schiet het kwik omhoog. Uiteindelijk wordt het zeer zacht met in het oosten en het zuidoosten misschien wel 20 graden op de thermometers. Flinke zonnige periode, maar ook sluierwolken en een wind uit het zuidwesten. Vrijdag gaat het regenen, voor de regen uit nog even oplopende temperaturen, maar daarna een graad of 10. Zaterdag en zondag, 11 of 12 graden, licht wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook nog een enkele bui. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl